Oh my god, hoe mooi. Ja, ik ben heel benieuwd met welke kids ik ga werken. Ik ga de groeidocumenten vandaag lezen. Het was nog wel een beetje zoekende, merk ik. Als je dan in bouwen uiteen gaat. Maar ja, bij welke bouw hoor ik? Als je met je duo moest, heb ik niet. Ik heb echt heel veel fruit en zo besteld. Volgens mij valt het niet heel goed en we zijn toch alleen met collega's. En dit wilde ik al heel lang bestellen. 70 gram eiwit. Is hier allemaal gebeurd? Gisteravond al allemaal fruitvliegjes op doodgemaakt bij de land. Ik word helemaal gek van. Waarom zouden ze nou een soort refurbished versie geven? Helemaal over alles wat ik zo leuk en belangrijk vind. Kijk hoe jammer. Courgette uit de oven met honing. Cookies in de kaas. Oh, dit is echt heerlijk. Heftige smaak. Wel lekker duur. Ik vind het nu tegenwoordig heel lekker om een broodje met hummus en sla te eten. Drukke sociale dingen en zo. Ben benieuwd. En morgen begint dus het echte werkleven. We beginnen de week even goed en ik sluit de vakantie nog even af met dit als ontbijt. Oh my god. Het is nu dus wel een dag oud, maar dit is dus van zo'n heel bekend eclairzaakje. Het kost ook echt €5,20 per ding. Kijk. Ze zijn nog helemaal mooi. Gelukkig. Normaal nam ik die met pistache, maar ik ben niet meer zo van de pistache, dus ik weet niet meer exact wat dat is. Maar dit is iets met witte chocola, perzik, framboos en iets met citroen, meringue. En ja, ik moet ze allebei opeten vandaag, dus ik dacht... Ik ga dit gewoon in ieder geval als ontbijt. Oh my god, hoe mooi. Vorige keer toen ik hem eentje had meegenomen was het helemaal kapot gegaan. Normaal kies ik niet echt voor dit soort smaken, maar ik dacht het is lekker een beetje fris. Zit er nou ook een vulling in? Ja toch? Ja. Ik vind het niet eens het lekkerste qua gebak of zo met room, maar ik vind deze gewoon altijd heel bijzonder. En daardoor wilde ik het echt halen. Ook een beetje een traditie. Dus deze... Deze er ook echt waanzinnig uitzien. Ik kan morgen ook nog wel de andere helft opeten. Denk ik. Maar dit maken ze dus helemaal vers. Het is echt zo'n... Ja, hele bekende bakker. Pretty, hè? Oh, je proeft wel echt dat het al van gisteren is. Maar de smaak is heel goed. Wauw. Ja, die kwaliteit is niet normaal. Dit smaakt een beetje naar een Porsche Martini. In de gewone bakkertjes waren de eclairs rond de €3. Dus dit is ook echt wel wat duurder. Omdat het echt zo'n gespecialiseerde zaak is. Lemon meringue. Ook heel lekker. Je proeft gewoon dat het deeg nu al wat ouder is. Maar heerlijk. Zo, 3 grote wassen. Dit moet naar Zwitserland. Dat hebben we dus niet meer daar kunnen wassen omdat we eerder weggingen. Schoon. Er is nog meer schoon. Ik had echt een bolderkar vol aan was. Ik ben nu trommelreiniging aan het doen met soda en op trommelreinigingstand. Want dat mocht ook wel even een keer... Ik wil hem even goed houden op mijn wasmachine. Ik ben er heel blij mee. En de laatste was in de droger op een zachte stand. Dat het niet te erg verhit wordt. Huis. Schoon. Dit is ook was. Ik heb mijn nagels lekker kort geknipt. Deze moet nog groen. Maar dit vond ik even leuk om nog lang te houden. Ik was er helemaal klaar mee. Kan ik het weer even lekker goed laten groeien. En even fresh. Het is wel heel kort. Maar ik dacht, anders zit ik steeds met die ene nagel. Weet je wel. En nu time to go to bed. Morgen werken. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is dinsdag zoals je kan zien. Ik heb gisteren vrijwel niks gevlogd. Ik was even helemaal lekker in mijn eigen zone aan het chillen. En nu ben ik me klaar aan het maken voor de eerste werkdag. Nog zonder kinderen. We hebben een hele dag met het team, ochtend en middagprogramma. Ook wel veel zelftijd volgens mij. En ik vind het best wel spannend omdat ik natuurlijk nu een nieuwe baan heb. Niet een nieuwe plek, maar ik werk hier natuurlijk pas sinds januari. En ik heb nu al een nieuwe functie. En ik weet nog niet exact hoe die ingevuld gaat worden. Dus dat ga ik allemaal deze week horen. Dat is best wel spannend en leuk. Want dan weet ik, ja, dan kan ik echt lekker aan de slag, weet je wel. Op maandag ga ik dus invallen als het nodig is. Als het niet nodig is, dan kan ik als het goed is gewoon aan mijn RT extra. En vaak is het wel nodig, maar ik denk bijvoorbeeld volgende week nog niet. Mijn haar is heel blond, zit ik te kijken, maar ik heb het gewoon met... Oude Olaplex shampoo die ik nog had gewassen. Niet met zilver shampoo. Ja, ik ben heel benieuwd met welke kids ik ga werken. Ik ga de groeidocumenten vandaag lezen van bepaalde kinderen. Horen met welke kids ik ga werken. Misschien een rooster gaan maken met... Dan moet ik me weer opmaken. Het hoeft natuurlijk niet, maar een klein beetje. Ja, rooster maken met wanneer ik met welke kinderen ga werken. Met de docenten afstemmen wat uitkomt natuurlijk. In de klas. Alle oude... Parnassus, documentatie lezen, alles van de oude RT'er lezen, me verdiepen in ja, bijvoorbeeld bouw waar je mee kan werken of andere programma's die je kunt gebruiken voor RT. Ik heb natuurlijk altijd alleen maar zelf
bijles gegeven en nooit RT op de school nog. Dus ja, en plannen schrijven, alles gaat heel leuk worden. Maar het is nu nog echt een blank canvas voor mij. Dus ik ben heel benieuwd. We moeten vandaag om 9 uur op school zijn, morgen 8:30. En morgen moeten we dus ook echt tot de avond doorwerken. Dus dan zijn we gewoon meer dan 12 uur aan het werk. Best wel pittig. Je kon stemmen of je dat wilde of vrijdagmiddag. En ik had op vrijdagmiddag gestemd. De meesten hadden dus gestemd op woensdagavond. Dus ja, ik ga eventjes me klaarmaken. En naar school. Vakantie is voorbij. Oeh. Pauze. Ik ging even vloggen. We hadden een hele drukke ochtend. Met alleen maar teamdingen. En bouwdingen. En ik ben maar gewoon bij de groep 5 en zo gaan zitten. En nu hebben we even pauze. Heel laat trouwens al pauze, hè? Ja, maar het is al 2:30. Lala, even lekker hier chillen. Heerlijke werkdag was het. Om 5 uur was ik in de gym. Nu 6:15. Lekker gesport, full body. Goed begin van de week. Heerlijk. Ja, na zo'n dag ben ik ook niet moe. Na een dag met kinderen ging sporten wel heftig, maar na zo'n dag met collega's niet. Dus heerlijk. Gesport, lekker gewerkt. Goed gevoel. Olé. Goed begin van de week. Zo, thuis. 6 uur. Super mooi weer. Ik ga denk ik lekker pasta pesto eten met pesto uit Italië. En tot een hele fijne dag. Ik was nog wel een beetje zoekende, merk ik. Als je dan in bouwen uiteen gaat. Van ja, bij welke bouw hoor ik? Als je met je parallelgroep, heb ik niet. Dus bij de groep 3 moest ik elkaar opzoeken, heb ik niet. Als je met je duo moest, heb ik niet. Als je ergens moet werken, ging ik op de gang zitten. Weet je, iedereen natuurlijk, je bent gewoon welkom bij iedereen in de klas. Maar dat ik echt dacht, oh, ik ben echt zo lonely. Dus ik ging het ook even met de mensen die ook zeg maar lonely zijn. Die ook anders voor banen hebben, even bespreken. Maar uiteindelijk heb ik van de IB'er alvast een naam gekregen van iemand waarmee ik kan werken. En heeft ze me helemaal uitgelegd hoe handelingsplannen moeten. En heel fijn, want zij hebben het ook super druk. En eigenlijk moeten ze eerst gewoon andere dingen doen voordat ze mij daarin kunnen gaan inlichten. Maar dat was even heel erg prettig, want daardoor kan ik nu aan de slag. En dan kan ik met die ene leerling me in die leerling verdiepen. En daarmee ook vast oefenen hoe het werkt om zo'n plan te maken. Want dat moet dus externe mensen mogen het wel op hun eigen manier doen. Maar intern iemand vanuit de school moet het officieel doen via het Parnassus en zo. Dus kan ik daar lekker morgen mee aan de slag. Vast een plan opstellen voor 6 weken voor die leerling. Naar aanleiding van de doelen en de evaluatie van de vorige RT'er. En dan kan ik dus, zonder dat ik hem heb ontmoet, wel heel leuk is toevallig iemand wiens zus ik op mijn andere school in Weesp. Daar ben ik de juf van geweest. Dus hij zegt toevallig altijd al, hey juf Charlotte. Dus, en dat hij het heel leuk gaat vinden als hij hoort dat ik zijn RT'er word. En dat is dan waarschijnlijk 2 dagen in de week. Ook gehoord dat het echt de bedoeling is dat ik alleen op maandag ga invallen. En dinsdag en woensdag niet ga invallen. Al is het nodig. Gewoon RT. Gewoon, daar is ook geld voor, weet je, vrijgemaakt. Ik ben officieel echt daar voor die kinderen. Dus niet een soort vliegende kiep. Heel fijn en ja, super interessante dag gehad. Heel veel informatie. Ook bij alle dingen over lesgeven zo zit ik er ook gewoon bij. Want ik blijf leerkracht en ik wil ook blijven ontwikkelen. Dus het was echt een hele boeiende dag. Lekker druk. Ook lekker mijn moeder gezien. En nu chillen. En morgen is een hele lange dag. We gaan morgen om 4 uur avond eten. En daarna hebben we dus een heel druk programma. Dus ja, maar ik ben wel heel erg voldaan en blij. En ik weet meer wat ik moet gaan doen. En ja, top. En gesport. Bueno. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het dikste van het land? Het is Poesie. De dikke witte kaneelkat. Aggressive? Dit is jouw nieuwe plekje, hè? Straks gaan we lekker op de bank liggen. Game of Thrones kijken. Je bent zo fluffy. Yum yum, nom nom. Oh, oh, oh. Wow, dit is echt veel. Als je pasta saus zou maken, zou dit echt goed zijn, al dat zetmeel. Maar ik ga alleen maar deze pesto erin doen, die ik dus in Italië heb gekocht. Bij de verse afdeling. En hij is denk ik heel lekker, want er zit extra vers olie in. 25% basilicum grana padano. En parmigiano reggiano. Pecorino. Aglio, knoflook. Dus echt een pesto. Gewoon, dit heb je volgens mij niet in Nederland. Kijk hoe lekker die eruit ziet. Nom nom.
Oh, dat ziet er echt goed uit en het ruikt lekker. Het gaat echt lekker zijn, kan niet anders. Ja, echt heel anders dan pesto uit het potje. Heel lekker. Good morning, lekker zootje hier. Gisteravond rond 10 uur werd picknick nog bezorgd. Ik heb echt heel veel fruit en zo besteld. Echt mango, witte perzik, pruimen, mandarijnen, watermeloen, avocado, meloen. Heel veel yoghurt en zo. Ik krijg er nog steeds buikpijn van. Maar toch heb ik het gevoel dat het gezond is. En de buikpijn trekt wel snel weg. Ik heb ook nog rode bessen. Een soort van yoghurt die ik niet ken. Deze. Kiwibessen. Ik heb hier lekker een restje pasta. Die neem ik mee als lunch. Een salade. Yoghurt. Nog meer yoghurt. Sla, kiwibessen. Blauwe bessen. Echt heel veel. En deze nog. Mega veel. Vette Poes ligt ineens als een soort van diva op de bank. Lig jij lekker, Dikkie Fluff? Cute. Good morning. Het is al 11 uur. Het is echt super chill, maar ik was om 7 uur opgestaan. Omdat ik 7:45 de deur uit wilde. Ik dacht dat we 8:30 zeg maar weer met z'n allen gingen beginnen. Maar blijkbaar was het alleen een AD-sessie voor de groepen 1-2. En die voor de groepen 3-4-5 is pas vanmiddag. Dus we hadden geen gezamenlijke start of iets. Dus toen zei ik tegen de directrice, kan ik vanuit huis werken? Dus toen ben ik lekker begonnen met me inlezen voor de leerling. En begonnen met handelingsplan en dat soort dingen. Heb ik heerlijk hier lekker, even met, ook fijn voor Poesie. Dat kan natuurlijk hierna niet, hè. Het is niet dat ik vaker thuis kan werken of zo. Maar de kinderen zijn er natuurlijk nog niet. Dus ik heb lekker heerlijk even een paar uurtjes hier gewerkt. En nu doe ik even snel een make-upje op. Ga ik richting school, dan ben ik alsnog vroeger dan dat het begint. Maar dan ga ik daar nog even verder werken. Ik vind het ook weer raar om de hele tijd thuis te zitten. Maar wel heel chill. Aangezien het dus tot 9 uur duurt vandaag. Is het wel heel lekker dat ik pas om 9:30 op school ben. En ik ben heel blij. Ik postte net ook een Insta-story. Dat ik gewoon zo blij ben. Want ik heb al best wel vaak handelingsplannen geschreven als leerkracht. En dan zeiden de mensen van de samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld Unita, die zeiden dan van wow, dit is zo goed geschreven, ik hoef helemaal niks meer te doen. Maar het is wel al een paar jaar geleden. En toen ik 1-op-1 begeleiding gaf, dus bijles noemde ik dat. Toen heb ik ook natuurlijk steeds gewoon met doelen gewerkt en zo. Maar ik heb nog nooit officieel als RT'er dit gedaan. Dus ik vind het echt heel leuk om te doen. Het is wel lastig om een plan op te stellen als je een leerling nog niet hebt gezien. Dus ik moet het echt doen met de info die er is. Maar hij werkte dus bijvoorbeeld eerst met een externe RT'er. En die heeft ook geschreven dat na de zomer deze doelen gewoon herhaald kunnen worden. Omdat het nog niet afgerond is. Dus dat is wel fijn. Dan weet ik gewoon waar ik mee kan starten. En ja, dan krijg ik gedurende deze week meer leerlingen en zo te horen. Dus heel leuk. Dus ik ga nu lekker naar school. Het is een super mooie dag. Ik heb dus dit jurkje aan waar ik de laag uit heb geknipt. Maar ik heb dus een zwart BH'tje eronder. Dus dan is het top. Dan heeft hij wel gaten. Maar volgens mij valt het niet heel erg op en we zijn toch alleen met collega's. En dan 9:30 of zo. Perfecto. We gaan lekker eten met z'n allen. Tomatensoep, kippensoep, champignonsoep en erwtensoep. Heb ik het goed? Nee. Oh, erwtensoep is fout. Kippensoep, tomatensoep, champignonsoep. Echt goed. Oké, lekker. Kijk, mijn collega die laat dus het bord zo achter. Echt super cool. Hey jongens, ik heb iets leuks. Als je me op Insta volgt, dan weet je misschien wel dat ik tot een paar maanden, best alweer een jaar geleden, ik weet niet. In ieder geval dat ik elke maand dingen mocht uitzoeken bij Coro. En toen kregen ze een nieuw contactpersoon of zo. En toen kon ik niks meer uitzoeken. En nu ben ik dus weer opnieuw benaderd of ik weer met ze wil samenwerken. Coro is echt geweldig, dus daar heb ik zeker ja op gezegd. Dus ik mag nu elke maand lekkere producten uitzoeken en die ga ik dan ook elke maand aan jullie laten zien. En mijn kortingscode is Charlotte, laagstreepje 5, die doet het ook voor korting. En ze hebben daar dus eigenlijk allemaal gezonde en biologische verantwoorde boodschappen, producten. En ik ben er heel erg fan van. Ze hebben ook mijn echt fave matcha, die heb ik nu niet besteld, want ik had nog matcha. Maar ik weet even niet meer precies wat ik allemaal besteld, dus we gaan even kijken. Mocht je trouwens ook wel eens bij Coro bestellen, laat me even weten wat je daar bestelt. Want ik merk dat ik echt door social media en zo echt goed inspiratie kan opdoen
voor wat je daar allemaal kunt bestellen. Ik heb nu bijvoorbeeld mango puree besteld, maar ik zag dat je daarmee vet chill zo'n mango matcha kan maken. Maar je moet het echt een beetje hebben van de tips. Dus ik hoop dat ik jullie ook leuke tips kan gaan geven. Zoals de matcha bijvoorbeeld. Ze hebben hier dus heel veel producten echt in mega verpakkingen. Waardoor je dus dan wel een wat groter bedrag betaalt omdat je in één keer heel veel hebt. Maar in verhouding is het heel voordelig omdat je heel veel hebt. En dit wilde ik al heel lang bestellen. Ik heb toch ook van Koro die Dragon Fruit. Nou ja, als je me even op Insta volgt, weet je dat. Deze. Gefriesdroogd Dragon Fruit. Heel chill. En ik heb dus hier bijvoorbeeld, ik weet niet of ik het kikkererwtenmeel, ik weet het niet meer. Maar ik heb dus ook hun voorraadpotten, maar ik weet niet of ze die nog hebben. Ik heb heel veel van Koro. En die wekpot, waar ik altijd met chia in maak en zo. Ja, deze. Ik heb eigenlijk heel veel van Koro. Maar dit ga ik ook lekker in de voorraadpot doen. En dan is het heerlijk voor door de yoghurt, gedroogde vijgen. Gefriesdroogde zit trouwens, nog beter. Gefriesdroogde vijgen. Mega zak. Dit is echt geweldig. Ik heb ook van Koro heb ik hennepzaad, chiazaad, allemaal van die potten. Dan kan je allemaal lekker mooi organiseren en overal overheen gooien. Deze bijvoorbeeld ook. Heb ik dus al heel lang. Maar dat is ook zo'n mega verpakking. Hennepzaad. Wat ook echt een tip is van Koro, die heb ik nog staan, zijn de pijnboompitten. Heb je ook een mega zak. Ja, stel je gebruikt één keer per pijnboompitten, dan is het dus niet verstandig. Maar dat scheelt echt wel uiteindelijk geld. Omdat je gewoon een grote verpakking hebt. Dit. Hier twijfel ik nog over of ik dit ging bestellen, maar het leek me wel top. Je hebt toch altijd op brood en in heel veel gerechten waar staat extra proteïne, zijn er dus soja crispies toegevoegd. Ik kan dus niet tegen soja. Toen zag ik dus erwten crispies. En deze hebben per 100 gram 70 gram eiwit. En echt van die crisp dingen. Toen dacht ik, dit is ook fantastisch om overal doorheen te gooien. In ieder geval ook door je muesli of je chia. Maar ook dit moet ik dus even in een grote pot gaan doen. Kijk. Want ik kom gewoon niet aan mijn proteïne. Echt nooit. Dit stond op nummer 1 wat ik wilde gaan bestellen. Want dit is dus geweldig. Dit is één grote zak met mango puree. Dit is ook helemaal niet zo heel duur. Dat vond ik heel erg meevallen. En dit moet je binnen 14 dagen gebruiken. Maar hier kan je dus elke dag een mango matcha mee gaan maken. En dat wil ik jullie ook gaan laten zien. Dus dat ga ik morgenochtend al lekker doen. Dan heb ik nog een lekker gember mandarijn shotje besteld. En dit is niet voor één dag, dus best wel groot. Die kan je wel 4 dagen of zo mee doen. En een pure gember shot. Deze wist ik dus niet, maar ik heb hem dus nog. Want hier doe je heel lang mee. Ze hebben een andere verpakking, zie ik. Oh, dit is ook een kleiner potje. Loose Purina. Ja, ik vind het dus, ik deed het soms voor mijn havermelk en dan vond ik het naar chocomel smaken. Maar het smaakt naar niks, dus het kan helemaal niet waar zijn. Je hebt ook goedkopere spirulina. Dit is echt die wat duurder, want deze geeft die waanzinnige kleur af. Dit is ook een eiwitbommetje, maar je gebruikt het er maar heel weinig van. Maar hiermee kan je dus allerlei dingen en smoothiebols en zo helemaal mooi blauw kleuren. Maar wil je dus goedkopere spirulina, die is volgens mij groen. Omdat je gewoon die eiwitten wil en de gezondheidsvoordelen van spirulina. Dan kan dat dus ook. Deze wat prijziger. En ik mag deze producten uitzoeken. Dan laat ik het in ruil ervoor 1 keer per maand aan jullie zien. Maar ja, ik ga natuurlijk, als ik iets met die spirulina ga doen, ga ik het natuurlijk ook gewoon voor jullie filmen. Dus het kan dat je misschien elke week wel iets van Koro voorbij ziet komen. Dat hoeft dus niet voor de samenwerking. Maar dat is wel zo leuk. Zodra ik er iets van ga gebruiken, zal ik het gewoon lekker aan jullie laten zien. Want dat doe ik eigenlijk altijd als ik iets met eten of bijzondere dingen heb. Ik wil sowieso weer iets meer eetdingen gaan filmen, maar ik kook gewoon zo weinig. Ik doe zo weinig boeiends qua eten. Maar dat komt vast wel weer. Oh, geweldig. Ik had toch die acai drops. Acai, acai. Dit is dus acai poeder. Het is zo geconcentreerd dat het gewoon bijna zwart is. 100% biologisch acai poeder. Hier kan je ook eens en heel gezond en maakt het dus mooi. Kan je dus ook van alles, door voor alles heen gooien. Dat is gewoon geweldig. Deze krijg je dus gratis bij een bepaald bedrag. Dat is ook heel erg chill. Wat ook wel leuk is dat ze, als ze nieuwe producten op de site hebben waar ze nog geen goede foto's van hebben en zo, dan krijg je bijvoorbeeld gratis verzending erop. Maar dit is een bio aubergine spread. Alles is helemaal bio. Dus dit was gewoon gratis. Toen dacht ik, nou, dan doe ik die ook in mijn winkelmandje. Lekker. Met aubergine, zonnebloempit, peper, olie, citroen, azijn, kruiden. Ik ben benieuwd. Oh, ik denk dat heb ik nou als laatste, maar ik had een gember. Een granaatappel, oh ja. Dit is top. Ik had natuurlijk in Zwitserland, kon je in de supermarkt verse granaatappelsap persen. Toen stuurde iemand dat je bij sommige grote supermarkten in Nederland het ook kan doen. Dit is dus bio 100% granaatappelsap met een tap. Zo kan ik elke dag gewoon granaatappelsap drinken, wat
mega gezond is. En ik dus ook heel lekker vind, want ik in de ochtend niet zo van water hou. En het is wat zuurig, vind ik het dus ook heel lekker om wat door mijn water heen te doen. Dus dit zijn mijn boodschapjes. En ik zal jullie, als het niet in deze vlog is, zo, wat de komende vlogs nog wat dingen hiervan laten zien. Zodat jullie niet alleen de shopvlog hebben, maar ook een beetje zien hoe het valt. Ja, heb je wat bij Coral besteld? Laat het me weten. En laat me je tips vooral weten wat je daar dus leuk vindt. Want dan kan ik dat misschien volgende keer ook bestellen. En ik vind het heel leuk dat ik weer lekker dingetjes mag uitzoeken. Goedemorgen, ik word echt gek. Sinds ik terug ben van vakantie zitten er dus zoveel vliegen in mijn huis. Ze gaan niet weg, ik blijf maar schoonmaken. Ik ga nu dit raam ook openzetten en hoop dat ze hier misschien weggaan. Maar ik zie ook ineens hele gore dingen in mijn huis. Kijk. Is hier allemaal gebeurd? Gadver, ik doe zo mijn best om het schoon te houden, maar ik weet niet. Allemaal mini mugjes of zo, allemaal dood. Heel goor, dus ik ga dit allemaal aan de kant schuiven. Mijn robotstofzuiger ga ik ook ophalen bij het DHL-punt vandaag. Maar ik blijf stofzuigen. Ik hoop dus als ik dit openzet dat de vliegen misschien... Oh. Hier wel doorheen gaan. Oh, alles is zo goor. Terwijl ik zo mijn best doe. Ook niet verder draaien dan dit. Want mijn huis is niet klein. Wel gaan vliegen eigenlijk nooit je huis uit. Nooit. Nooit. Gisteravond al allemaal fruitvliegjes zo doodgemaakt bij de lamp. Ik word helemaal gek van viezigheid ineens. Oké, ik heb lekker mijn haar gewassen en ik ga sporten. Die robotstofzuiger ophalen en even langs de supermarkt. Dat is weer lekker. Ik heb verse zuurdees nog niet aan besteld, maar die is dus vanochtend bezorgd. Dus nu kan ik hem een keertje echt vers eten. En ik had een heerlijk zuurdees met rozijnen en walnoten. Komt ze dit dus warm bezorgen, dan eet ik gewoon alleen maar dit. Maar nu is hij dus al minder lekker na een paar uur. Word je gewoon net wakker naar zo'n warm brood aan je deur. Echt heerlijk. Ja, dat ga ik doen en de sporten. En ik kan echt niet wachten tot mijn robot weer is. En even lekker naar buiten. Ik moet even... Ooit met de auto het centrum in als er Sluis en Bruggenfeest is. Ik zou dat ook normaal nooit doen, maar die doos is zo zwaar. De doos ging op zich goed om die te halen, maar mijn moeder ging me ook nog bellen. Die zei ook, ik hang wel op, want ik ging helemaal tegen de richting in. We gaan nu hier parkeren bij de supermarkt. Ik denk, doe ik hier eens boodschappen. Maar natuurlijk gaat iedereen hier nu parkeren om naar Sluis en Bruggenfeest te gaan. Dus ik kon die robot niet weer ophalen. Dus ik moest wel. Ik heb hem hoor. Ik ga even naar de winkel even mozzarella halen voor de pizza en zo. Daar is hij hoor, jongens. Wat een zwaar ding, maar ik heb hem. Een nieuwe. Dus kan ik hem weer gaan installeren. Finally. Huh? Hij is niet helemaal nieuw. Ik snap er niks van. Dit is niet helemaal nieuw, dat zie je. Is het een refurbished of zo? De wielen zijn al vies. Dat vind ik raar. Dat snap ik niet. Dit is niet mijn oude. Waarom zouden ze nou een soort refurbished versie geven? Ja, dat vind ik echt niet leuk. Het is echt een proces van maanden... geweest om dit ding eigenlijk te kunnen terugsturen. Want het is gewoon een heel groot pakket. En ik krijg gewoon een gebruikte. Terwijl ik mijne zo goed heb teruggestuurd. En ik een nieuwe zou krijgen. Ik vind het echt wel belachelijk. Weet je hoe irritant het is om een doos van 15 kilo op te halen, weg te brengen. Het is gewoon helemaal vies. Hier, dit is gewoon helemaal smerig. Ze zouden een nieuwe sturen. Ik snap er echt helemaal niks van. Kijk, want dit zit wel weer in plastic en zo. Nee, ik had het helemaal schoongemaakt, dus dit is niet mijn, hè, want ik had dit niet. Hier, is het ook oud? Ja, er zit gewoon nog water in. Iemand is weer schattig aan het doen. Waarom ben jij weer zo schattig aan het doen? Hm? Het is zo lief. Dat is niet normaal. Nu gaan we lekker slapen. Poesie, we gaan lekker slapen. Ja. Ga lekker slapen. Ik heb niet zoveel te vloggen deze week. Ik ben voornamelijk gewoon echt mijn huis aan het schoonmaken. Omdat het gewoon een ellende was. Kattenbak is nu weer schoon. Ik blijf aan de gang. Het is nu eindelijk een beetje beter. Nu ook met die robotstofzuiger. Dus het is nu leefbaar. Ik heb kaarsjes aan. Dat het even lekker ruikt en zo. Ik wil nooit geuren verbloemen. Maar ik dacht een beetje kaarsjes. Ik ga even weer een keer chia havermout maken. Mama was hier trouwens net eventjes gezellig naar de sportschool langsgekomen. En...
Ik ga over een uurtje of zo richting Zoetermeer. Gaan we gezellig barbecuen bij vrienden van Heel. En dus vrienden van mij, maar ik zeg altijd van Heel erbij. Dus dat je niet vanuit mijn kant, maar vanuit hem. En bonusdochter is er ook, dus dat is heel gezellig. En dan blijf ik daar nog eens slapen. Morgen weer terug. En dan begint het werkleven, waar ik wel echt heel veel zin in heb. De studiedag was ook heel leuk en heel interessant. Het ging helemaal over de Gouden Weken. En helemaal de avond, zeg maar het avondprogramma. En helemaal over alles wat ik zo leuk en belangrijk vind. Alleen maar over groepsklimaat en sfeer en gedrag. En echt, dat was heel erg leuk. Ik heb al heel lang dit niet meer gegeten. De laatste keer was voor de vakantie. Een beetje, ik had eigenlijk gisteravond moeten preppen, maar ik dacht misschien als ik het nu nog even doe, dan misschien kan ik het even warm maken of zo. Maar ik wil niet meer zoveel yoghurt eten, want ik krijg er toch echt een opgeblazen buik van, hoe lekker ik het ook vind. Dus dat doe ik alleen op dagen dat ik zeg maar gewoon niks hoef te doen, dan vind ik het niet erg als mijn buik opgeblazen is. Als ik gezellig naar vrienden ga, wil ik geen opgeblazen buik. En ik heb de hele dag alles openstaan. Ik heb echt, dit is echt mijn content voor deze week gewoon. Ik ben heel erg bezig geweest met mijn huis schoonmaken. En het is nu wel aan de goede hand. Kijk nou mijn granaatappel. Zelf pers. Net als zo'n wijnpers. We gaan het testen. Super donker. Heftige smaak. Wel lekker duur. Smaakt heel gezond. Het smaakt een beetje naar wat dik sap. Oh, maar dit is heel gezond. Zo, mijn granaatappeltappie. Even een snackje. Lekker. Hé, hey, wat is dat? Je hebt alweer door dat ik weg ga, hè? Maar ik ga maar heel kort weg. Over 24 uur ben ik er weer. Ze is zo schattig. Ze lag helemaal op me vanochtend. Ik moet echt stoppen met al mijn kleren in de droger doen, want ik merk gewoon dat het krimpt. Ik ben echt niet aangekomen namelijk. Ik heb mijn haar voor het eerst sinds tijden weer een klein beetje gekruld. Ik dacht, het is wel leuk. Make-up doe ik nog even in de auto. Het is 20 graden, dus ik denk dat dit wel een prima outfitje is. Niks boeiends, maar zie je dat hij strak is? Ja, echt niet aangekomen. Nee, ik vind het jurkje niet heel leuk meer, maar gewoon prima. Toen was ik mijn water vergeten en ik heb echt dorst. Dacht ik, oké, ik doe ook even toch wat anders aan. Ik vind het te strak. Het is niet lekker als je de hele tijd lekker bij een barbecue. Ik wil even comfy. Dus gewoon weer mijn paarse jurkje. Ik ben heel blij met dit jurkje. Oh ja, nu niet mijn water vergeten. Oké, let's go. Nom, nom. Mama, mogen wij ook die broodjes? De kleren zo leuk. Kijk hoe yummy. Oh, die olijf zien er lekker uit. Hey, gin tonic. Dat is echt heerlijk. Ik heb er ook gedaan, dus dan... Chat uit de oven met honing. Gin tonic met frambozen is trouwens ook heel lekker. Frambozen door je gin tonic. Wat zijn van die Turk? Oh, dat zijn Spaanse paprika's. Spaanse, ja, maar die hebben ze ook bij de Turk voor. Ja, heel lekker. Cookies in de kaas. Oh, dit is echt heerlijk. Yummy. Ik moet vaker bij vrienden op bezoek gaan. Zeg net nog tegen Mark dat ik dit niet wil. Café. Dan zie ik lekker altijd de koffie hier zit met super veel schuim. Ik weet niet hoe ze dat altijd doet, maar. Ja, kom bij jou eens terug. Zo jongens. Zondag. Ik ben lekker naar huis gegaan. Zij gingen naar het strand, maar mijn ouders liggen ook op het strand in Katwijk. Maar ik had echt zin in. Ik heb zo'n sloom weekje. Dus ook bijna niks gevlogd, maar gewoon. Dat ik denk, oké, morgen begint het werkleven weer. Druk, ook weer veel naar Zoetermeer heen en weer. Nog even lekker chillen en leuk voor Poesie ook. Want ik ging gisteren om half twee ging ik weg. En het is nu 12:15 of zo. Dus ik ben echt net geen 24 uur weg geweest. Dus voor haar scheelt dat echt wel hoor. Even lekker. Ik vind het nu tegenwoordig heel lekker om een broodje met hummus en sla te eten. En dit was nog lekker van het ontbijtje. Ik moet nog een matcha maken. We hebben gewoon een heel chill ochtendje gehad. En toen gingen zij naar het strand en ging ik lekker naar huis. En er was helemaal geen file, want alle file gaat richting Zoetermeer. Omdat iedereen naar het strand gaat en zo. Dus richting de kust. Ja, lekker makkelijk. Ook niet zo heel veel spullen had ik mee. Dus dan is het tenminste niet dat je zo lang mee gaat met uitruimen. Maar ik heb hier dus nog een hele bolderkar staan. Vol met schone was die ik allemaal nog moet uitruimen. In mijn kast moet doen.
dat soort dingen wil ik doen. En gewoon een beetje chillen. Lekker hier in het zonnetje liggen met poesie. En ik dacht, de gordijnen zijn open. Dus straks wordt het te heet. Maar het zou 30 graden worden. Maar zo heet is het helemaal niet. Het valt echt reuze mee. Dus ik ga gewoon lekker helemaal thuis chillen. Daar heb ik gewoon heel veel zin in. Ik ben blij dat ik lekker naar huis ben gegaan. Ik ben wel blij, want dit is de eerste keer dat ik thuis kom sinds een week. Want we zijn natuurlijk, nou ja, vanavond zijn we pas een week terug. Dat is echt bizar. Maar sinds die tijd heb ik eigenlijk gewoon me zo geïrriteerd aan mijn huis. Omdat het gewoon, ja, als je het 9 dagen of zo niet schoonhoudt, dan is het echt een hel. Dus de eerste keer, ik was zelfs gehaald. Ik ben zo bang dat ik thuis kom dat het weer stinkt. Maar ik kom binnen, het is niet heet. Het is gewoon netjes, weet je. Daar staan nog spullen, prima. Maar het is gewoon aan kant. En geen poepgeur, die robot ook. Ik heb dus een mailtje al teruggekregen op zondag, best bijzonder, dat het dus een foutje was en dat ik deze dus weer kan terugsturen. Maar ja, dat ga ik dan volgende week vrijdag doen pas of zo. En tot die tijd gebruik ik hem dus, want hij was dus al gebruikt. Maar het is echt zo'n wereld van verschil als je geen robotstofzuiger hebt. Dat voel je aan alles. Dus ik ben gewoon blij. Daarom deze vlog. Ik heb bijna niks gevlogd, maar ik ben letterlijk, ja, ik was naar mijn werk en ik ben alleen maar bezig even mijn huis schoonmaken. Ik werd er best wel chagrijnig van eigenlijk. Dus ik ben heel blij dat het nu weg is. Ik heb nog een kleurtje. Dus ik ga ook vandaag een beetje mijn kleurtje nog onderhouden. Volgend weekend wordt het ook mooi. En deze maand wordt best wel druk qua sociale dingen en zo. Ik ben benieuwd. En Ha komt volgend weekend weer gezellig naar mij. Dat is ook wel leuk. En dan weekend erna zijn verjaardag. Weekend daarna mijn broertje en mijn vaders verjaardag. Oktober begint ook al best vol te worden. Veel met vrienden afgesproken. Dus ik ben blij dat ik nog even lekker in thuis ben. Heerlijk. Ik hou ervan. En deze heb ik gisteren aan. Wie doet het ook? Zweetgeur. Ik heb dat niet snel. Maar die gaat meteen weer de was in. De rest is allemaal nog schoon. Ja, ik moet straks echt eventjes al mijn kleren gaan opruimen. Dat fijn om de werkweek even te starten. Omdat het allemaal... Gewoon dat je huis gewoon helemaal ready is. Even boodschappen misschien bestellen. Dat het morgen bezorgd wordt. Dat ik ook gewoon... Ik dacht, misschien ga ik weer even van die factormaaltijden. Dat ik lekker na mijn werk gewoon zo'n maaltijd heb. Dus ja, dat is een beetje mijn weekje. It is what it is. Ik ben benieuwd of jullie dat ook net als ik hebben. Ik vlog natuurlijk en denk natuurlijk de hele tijd, ja, ik heb echt... Nu denk ik echt deze keer dat ik nog geen half uur aan content heb. Maar ik ben benieuwd of jullie dat dus ook hebben voor je weer aan het werk moet. Dat je gewoon even zo'n... Nog even tijd voor jezelf wil hebben. Als je gezin hebt is het natuurlijk anders. En dat je gewoon je huis netjes, dat je gewoon denkt, even voordat alles weer begint, weet je wel. Ik moet ook weer gaan hoepelen, want dat heb ik letterlijk 1 keer gedaan in Zwitserland en daarna nooit meer. Zo, bij Luisteraar hoort ook eten bestellen. Ik heb curry besteld bij mijn favoriete restaurant, Casa Garnweesp. En ik heb dus ook een linzensoep besteld. Want anders zat ik niet aan de minimale orderwaarde, maar ik ben heel benieuwd. Want deze wilde ik eigenlijk wel heel lang een keer testen. Ik heb hem maar gewoon in een bord gedaan. Het lijkt me eigenlijk echt heel lekker. Oh, echt heel lekker. Oh, heerlijk. We hadden dus curry met extra rijst en extra raita, zodat ik er 2 dagen van kan eten. Dit is echt heerlijk. Heel lekker. Dit is zo lekker. Ik dacht ook wat eiwitten, want ik eet weer veel te weinig eiwitten. Maar het smaakt een beetje naar, ja, met komijn gekruid en heel zout. Dit ga ik echt vaker bestellen. Dit is dan 6 euro, dat vind ik dan wel een leuk prijsje, maar dat is echt een 10. Nou ja, net te zout, maar ik hou er wel van. En morgen begint dus het echte werkleven. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ervan uit dat er niemand ziek is morgen, dus dat ik morgen niet hoef in te vallen. Dat ik morgen gewoon rustig een roosje kan gaan maken en zo voor mijn... Het heet geen RT, maar leerlingbegeleiding. We hebben ook van die deurkaartjes en er staat er Charlotte Blitzbloem leerlingbegeleider. Echt superleuk. Ik sta dan met 2 andere collega's en al sinds ik stage liep op deze school met mijn Leo en 4e jaar wilde ik altijd al zo graag ook doen wat zij doen. Het zijn Douwe en Marianne bij ons op school. En nu sta ik er gewoon tussen, ik ben echt zo blij. En dit is echt heel lekker. Ik zou het echt een keer zelf moeten maken. Oké, jongens, dit was de weekvlog. Ik ga zo naar bed. Bedankt voor het kijken. Laat een reactie achter. Like. Al vond je de vlog. En ik zie je volgende week weer. Of op Insta. Doei. Oh, Killing Eve op Netflix is echt een hele leuke serie.